ik zit hier met Erik Scherder. Helemaal geweldig dat je de tijd hiervoor hebt. Zeker. En wij maken met Vivendi natuurlijk muziekvoorstellingen voor mensen met dementie. En wij zien dat er mooie dingen gebeuren. En wat gebeurt er dan precies? Hoe kan het zijn dat we met muziek zoveel losmaken bij deze doelgroep? Ja. Nou, kun je wat daarover vertellen? Kun je daarover vertellen? We hebben hier het brein. Mm-hmm. Ja, dat kunnen we meteen bijhalen. Ja. Dit is frontaal. En als ik het nou een klein beetje uit elkaar haal, dan zie je hier, kijken we naar de binnenkant van de linker hersenhelft. En dan zie je een gebied aan de voorkant hier. Dit is de hersenbalk. Hierboven ligt de ACC, anterior cingulate cortex. En hier de supplementair motorische gebied, En in onderzoek van Jacobsen uit 2015 hebben ze gekeken waar is nou de opslag van de muziek van vroeger voor mensen in de gevorderde stadium van dementie. Waar kun je dat dan nog terugvinden? Mm-hmm. En het bleek dus dat juist die twee gebieden die ik net noemde, dat daar, die overleven ook alles. Dat vind ik op zich al heel bijzonder, want die zijn al heel vroeg in het leven actief. En die zijn het hele leven door actief, ook de hele ziekte overleven ze nog. Wow. En uiteindelijk in een, zeg maar, gevorderd stadium zijn die gebieden nog. En het blijkt dat daar de opslag is van muziek van vroeger. En als je dus die koptelefoon opzet of iets en je laat ze luisteren naar muziek van vroeger, dan zie je dat zij genieten daarvan. Het zijn hele mooie momenten, je geneest de ziekte er niet mee. Maar het zijn waardevolle momenten. En daarvan gaan ze ook vaak nog praten over de muziek. Ja. En ook over dingen van vroeger. Gewoon dat ze zeggen, ja, ik was op school, we hebben het verschil toe, twee personen. Mm-hmm. Maar je kunt zelfs nog verwachten of hopen dat ze dan nog iets vertellen over die tijd. Dus herinneringen komen echt weer tot leven. Ja, dat kan. En dat is ook al een aantal keren nu vastgesteld. Hè, die, ja. Dus dat die muziek een trigger is. En klanken zijn natuurlijk ook in wezen, ook vanuit de evolutie gezien, zijn klanken iets waar we mee begonnen zijn. Mm-hmm. Die klanken komen uiteindelijk binnen in de hersenstam. Mm-hmm. Niet in, maar daar. Mm-hmm. En de hersenstam, daar zitten dingen als je hartregulatie, bloeddruk, ademhaling. Dus dingen waar je niet over na hoeft te denken. Zeker, daar even over nadenken, maar het zijn vitale levensfuncties. En die komen dus, die klanken komen ook daar binnen. Aha. Vandaar dat je ook als je bijvoorbeeld nou gespannen bent en je zet rustige muziek op met een lage frequentie, dan gaat je hart synchroniseerd met de lage frequentie. Ja, dus je bent opgefokt en dan zie je dat dat hartritme zakt omdat die muziek ook een lage frequentie heeft. Dus je raakt ontspannen. Interessant. Ja, en het is interessant dus zeker ook dat die klanken, die gaan via dit kleine bobbeltje hier. Ja. Onderste bobbeltje. Echt fenomenaal gaan ze zo door. Naar je auditieve schors, dat zit aan de andere kant. En hier naar deze gebieden zie je de volgende liggen. Dus het is op een of andere manier toch zo dat die gebieden die in aandacht al heel vroeg er zijn, mm-hmm. die zijn ook het meest sterk. Okay. En dat is logisch, want die worden heel lang gebruikt. Je zou denken, die slijten dan eerder. Nee, omdat je ze heel lang en heel veel gebruikt, worden de synapsen, de contactpunten, worden sterker. Mm-hmm. En doordat ze sterker worden, overleven ze. Ja. Dat is eigenlijk de redenatie erachter. Dus kennelijk zijn dit hele sterke gebieden, zijn heel veel actief. Ook door de ziekte heen. En ze overleven. Je kunt een beroep doen. Met jullie muziek doe je hier dus een appel op. Die gebieden. En dan komen er ook vaak emoties los. Dan komen er ook emoties. Want je ziet dus dat die mensen heel blij worden enzovoort. Omdat het een nostalgie is. Dus de herinnering aan vroeger. Ja. En daar doe je een beroep op. En die wordt weer opgehaald. Ja. Door die klanken. En dat is een onderdeel van, die ACC is bijvoorbeeld een onderdeel van je beloningssysteem. Ja. En het beloningssysteem is dopamine gedreven. Hè? De dopamine wordt dus ook weer hier aangemaakt. Mm-hmm. Dat is geen toeval. En die dopamine straalt zeg maar uit naar frontaal, maar ook naar dit gebied hier. En dus het geeft je een fijne gevoel. Ja. Ja, want ik merk zelf dat mensen vaak ook met een tasje bijvoorbeeld binnenkomen bij ons en van wat moet ik hier, wat komen die meiden hier doen bijvoorbeeld. En dan naarmate de muziek vordert en wij een beetje contact kunnen maken, zie je ze ontspannen en dan laten ze emoties ook meer toe. Maar dat heeft wel een beetje tijd nodig. Ja, En dat is niet zo gek. Nee. Want je zijn vreemde mensen afhankelijk. Waardoor je stem en je lieve klanken en je mooie zang en noem maar op ontstaat er dus inderdaad die synchronisatie, die rust, die synchroniseren natuurlijk ook met elkaar. Yeah. Dus ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk die ontspanning geeft. Ja, wat grappig om het zo erbij te hebben. Ja, het is leuk, je kunt het hier heel veel vandaan verklaren.